Kijkers bij weer een nieuwe video. Vandaag speel ik Spider-Man. Hij is nog even aan het laden. Wat is in de vorige video gebeurd? Ik heb een nieuw pak gekregen. Ik heb een paar mensen uitgeschakeld. Een paar gevaarlijke vijanden. En dat is het dus een beetje. Nou, samenvatting, we hebben gevaarlijke gasten uitgeschakeld met ons nieuwe pak. Of dat was met ons oude pak en nu hebben we ons nieuwe pak, dat zou kunnen. We hebben een impact web, maar dat was volgens mij 2 video's geleden niet in de vorige video. Maar in ieder geval, we gaan nu naar de volgende missie. En dan gaan we kijken wat ons daar te doen staat. Ja, ik ben eigenlijk op mijn weg naar het Feast Center nu om Martin Lee te vragen. Martin Lee? Waarom? Hij heeft een degree in arthistorie. Als iemand weet over de origine van dat mask, hij zal. Gewoon keep me in de loop. Zoals ik zei, ik denk dat er een grotere story is hier. En ik plan om de one te vervangen. Sure. Almost morning. Mr. Lee zal hier soon. Ik kan een snack gebruiken. Meneer Lee komt zo. Mooi, meneer Lee. Mr. Lee is usually in his office now. Oké, je moet ze naar boven. Oké, hey, daar is meneer Lee. Hallo, meneer Lee. Peter, what can I do for you? I'm sorry to bother you, Mr. Lee. I have a friend, Mary Jane. She's a reporter. She's doing a story on art imports, and she found this piece. Well, she wanted an expert opinion on it, and I know you have a degree. And this might be the first time I actually use it. What you have? Interesting. Where did she find it? I'm really not sure. What is it? A replica of an antique Chinese opera mask. I haven't seen one in years. This symbol here roughly translates to demon. Demon? My father read me ghost stories with that mask and symbol in it when I was young. It scared the hell out of me. Peter, listen. That means it could be connected to dangerous people. Mary Jane might want to find a different story. Do you think she's in trouble? I don't know. Why take the risk? Nou, waarom zou het risico lopen? Omdat hij Spider-Man is. Alleen weet jij dat nog niet. The symbol inside the mask means demon. It really spooked Mr. Lee. Never seen him like that. He even said you should drop the story. Fat chance. Do you think Mr. Lee knows more than he's letting on? No, I think he just had a weird flashback or something. I know his childhood was pretty traumatic. Yeah, that makes sense. Demons, huh? Catchy name. Okay, gotta get writing. See you soon. Well, that went about as well as I could have hoped. Toen waren we weer buiten. Oké, waar moeten we naartoe? Got some time to kill before Doc needs me at the lab. Let's do a little Spidey workout in the city.
Oké, blijkbaar hoef ik nog nergens naartoe. Dan gaan we iets anders doen. Zo is dit. De straat heeft ook gewoon geen schade. So much for the gang that couldn't drive straight. Corporal Texidor is here for a fitting. I totally forgot. I didn't forget. I'll be there soon. This tardiness is starting to become a pattern. Come on, Parker. You're better than this. He's right. How did I lose track of time? Kan je wel misschien laten we gaan daar naartoe gaan. Hier is iets aan de hand. Laten we dat eerst doen. Mr. Lee spoke to me. He seemed worried. Are you into something dangerous? Oh, it's just a story Mary Jane's investigating. Don't worry. I'll make sure she's careful. Please tell me you two are back together. Spider-Man? Doe dat nooit meer. Again? Baby steps. I hope I didn't upset Mr. Lee. He's just concerned. I was actually touched by how concerned. I knew he liked you. He admires how dedicated you are to helping others. I think you remind him of himself when he was younger. Both orphans, both so smart. Well, the admiration's mutual. You've got a good boss, May. I'll tell him you said so. Love you, Peter. Zit er hier ook een brute man bij dit groepje? Auw. Oh mijn god. Goodbye, you. Oh, jullie hebben wel wapens. Je kan zeggen wat we nu doen. Maar kijk, dan doe ik dit. En dit. En dit. En dan, nu ligt al de helft van jullie op de grond, joh. Oké, dat was heel eng. Oh no. Oh, die ontdek ik nog maar net. Kom dan, wie is de volgende? Wie is Boos? Durf je niet meer? Oh no. Kom dan. Ja, lukt niet. Oh, no. Auw.
En die is neer. En dan hier de laatste. Wacht, dit doen we leuk. Boeia. Bijna, sta op. Stap jij. En boeia aan de muur. Oh, dat is een garage. Ik hoop niet dat hij open gaat voor hem, anders heeft hij pijn. Of het was zo'n schuifdeur, dat zou kunnen. Het was iets van een garage of zo'n schuifdeur ding. Oké. Volgens mij moet op dit ook zijn. Loop eens daarboven, niet schuin, ja. Hey, what do you think you're doing? This site's been declared a safety hazard. Stop that right now! This is highly sensitive equipment. That's it. I'm calling the mayor's office directly. Peter Parker, how the hell are you? Speak of the devil. Mr. Osborn. Oh, please. How long have we known each other? It's Mr. Mayor. It's Norman. Norman, what do you think you're doing? The grant agreement you signed has strict safety provisions. This isn't your first violation. Those were excused. By me. We should have confiscated this equipment long ago. But I've had a breakthrough. Dit doet hij alleen om hun te irriteren en dit doet hij niet omdat het onveilig is. These folks will escort you to Oscorp Robotics, where you'll receive the latest in prosthetics. No charge. This isn't about safety infractions, is it? No. I'm trying to help you, Otto. I probably need to continue your work in a secure environment. At Oscorp. You always were the smartest guy in the room. You haven't changed a bit. Neither of you. Hey, Peter. Harry will be coming back from Europe early next year. Maybe the two of you can start that business you always talked about. This is opportunity knocking. Easy. They didn't take everything. Maybe we could start over. Peter. There's no we. Without the grant from the city, I can no longer pay you. I need some time to think. If I were you, I'd look for a new job. Do something to help Doc. Call Harry. Ask him to talk to his dad. Daar moeten we nu naartoe nog 300 meter. Even tried to kill funding for the research stations. Hey, one of those stations is nearby. We should see how they're doing while Harry's in Europe. There must be some way to. Eerst of hier kijken. Ja, zie, ik heb nog een vaardigheidspunt.
Leur sens. Ja, deze doe ik. Dan kan ik langer ontwijken. Oh, hier is ook een ander. Maar die kost wel 2 vaardigheidspunten. Harry left me a message about these before he left for you. Pete, hey, I need a favor. My mom's pet project was research stations that could benefit the public. Now, I launched them, but now that I'm away, Oscorp's gonna shut them down unless they prove their value. I was hoping you could watch them. I left details in each one. Thanks, man. As long as they're here, it's like a part of my mom is too. Well, it's not gonna pay the bills, but it sounds like it means a lot to him. Oké, okay, waar zou ik naartoe gaan? Ik ga gewoon alles zo meteen in weg gaan. Daar. I've got eyes on a construction site and they're equipped with covered dust. Ook niet. Just there for show? That's my bed. Ja, veilig uitschakelen. Nee. They think the boss can't run things from inside? They don't have a boss. Oké, hij is wel veilig om uit te schakelen, dus dan doen we hem. Oké, daar staat er één alleen, dus volgens mij kunnen we hem uitschakelen. Klopt dat? Niet. Oh, hij komt er natuurlijk naar te lopen. Zo. Die kan nu veilig. Ja, hij kan ook veilig uitgeschakeld worden. Oké, die kunnen we nu uitschakelen. Oh,
We gaan geen granaten om mij gooien, dan krijg je hem terug ook, ja. Dat was eerst een hele mooie, hoe heet dat? Kijk, ik weet even niet hoe dat heet. Maar zo zat zo'n hele mooie opgebouwde ding. Dat ja. En op één slag het op hem. En dan lag het uit elkaar en allemaal planken. Spider-Man, that site's taking delivery of enough concrete to build two skyscrapers. Wait, don't tell me. They're hiding drugs in the concrete mix. That's my theory. We'll need probable cause to get on site to confirm it. You'll have. Dig in! We gotta stop him! And more of them. No shoving! I'll give you all personal attention. En boeien. Oké, laatste groef, mooi zo. Ik kwam hier om bad guys en quip. En ik ben all out of quip. Is ook neer. En dan de laatste. Oh nee, een naar laatste. Want hij is blijkbaar weer te lijf gekomen. Nou, doei dan. Doei, zei ik. Zo. Oké, de missie doe ik wel in het volgende video, want ik moet eten. Dus dan maak ik na het eten maak ik meteen weer een video. Zodat die na deze video meteen online komt. Ongeveer meteen. Gelijk. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe een blauw duimpje omhoog. Like, abonneer en tot de volgende video maar weer. Doei!